Goedemiddag, welkom bij Wij Zijn TV. Wij zijn deze winderige woensdagmiddag 11 oktober 2017 afgereisd naar Dedemsvaart voor een gesprek met een dame die nogal wat noten op haar zang heeft. Letterlijk dan weliswaar, want ze is muziektherapeute en zangcoach. En daarbij is ze druk aan het repeteren voor de musical Zorro van Muziektheater Vak. We hebben het dan over Ariska Groen. Wat zij allemaal doet en waarom ze het zo leuk vindt, dat gaan we van haar horen. Ze woont hier, dus we zullen eens even kijken of ze thuis is. Ik ben benieuwd. U ook? Hallo. Hallo, hoi. Ariska. Hoi. Hallo, Geke Lensen. Mogen we binnenkomen? Ja, kom verder. Nou, dankjewel. Ariska, goedemiddag. Fijn dat je in de uitzending bent. Laten we eens beginnen met de naam Ariska. Volgens mij een weinig voorkomende naam. Hebben ze de M vergeten bij de geboorteaangifte of hoe zit dat? Nou nee, dat was gewoon uit een namenboekje. Meteen met de letter A kwam Ariska tevoorschijn. Je bent niet naar iemand vernoemd, naar een oma? Nee, of... nee, ik kom gewoon uit een namenboekje. Aha, wel blij met de naam. Ja, ik ben wel blij met de naam. Oh, leuk dat het net even wat anders is. Ken je meer Ariska's? Ja, in Balkbrug woonde nog een Ariska. Ah. Ze was een jaartje jonger dan mij, dus daar was ik wel blij mee. Nee, dat er maar uit. Nou had ik in mijn vooraankondiging, heb jij niet gehoord, maar heb ik gezegd, we gaan op bezoek bij een dame met veel noten op de zang. Letterlijk dan weliswaar. Je bent muziekcoach, muziektherapeute, zangcoach, heb ik vernomen. Hoe ben je daartoe zo gekomen? Kan je daar iets over vertellen? Klein beetje in het kort. Nou, ik heb muziek maken altijd heel erg leuk gevonden. En het is eigenlijk begonnen bij de muziekschool, gewoon AMV-lessen. En toen wilde ik heel graag dwarsfluit spelen. En ik weet nog dat ik voor het eerst mijn eigen dwarsfluit vast mocht houden, dat ik echt helemaal gek werd, zo spannend vond ik het. En ik had een hele leuke fluitdocent en een hele goede klik mee en 8 jaar heel leuk les gehad. En toen, na de HAVO, toen heb ik besloten om muziektherapie te gaan studeren in Amersfoort. En ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen, dus dan ga je gewoon daarin door, zeg maar. En vanaf de Zevenlinden altijd bij de schoolband gespeeld, die we tot dusver dus nog steeds hebben. En zodoende ook gitaar gaan spelen. En om mensen te begeleiden is piano en gitaar is ook gewoon wel heel erg handig. En zingen is eigenlijk wel mijn grootste passie. Dat vind ik zo heerlijk om te doen. Oh ja? Ja. Kunnen we even wat horen? Klein kinderliedje misschien? Een klein kinderliedje? Nou, misschien iets meer dan een kinderliedje. Probeer het eens. Kinderliedjes zijn ook leuk. Daar is het natuurlijk allemaal wel mee begonnen. Gewoon na de afwas, na het eten. Lekker zingen met elkaar aan tafel. En je zegt met elkaar, dat was in Dedemsvaart wel, broertjes, zusjes? In Auta Vreest. En mijn zus die zingt ook heel veel. We zingen ook samen in de band. Welke zus heb je het dan over? Henny Groen. Aha, en welke band? Purple Mind. Purple Mind. Purple Mind. Oké, daar... laat maar even wat horen. Driving in a fast lane, counting mile marker signs. The empty seat beside me keeps you on my mind. Living in a heartache was never something I pursued, but I can keep on chasing what I can be for you. Yeah.
Applaus. Ik begrijp dat je dit soort dingen ook spontaan doet elk weekend bij de buren. Ja, dat klopt, ja. Ja. Is dat een soort singalong? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, soms is het een singalong. Dan komt er een heel koor binnen en halverwege het nummer wordt er meerstemmig ingezet. Soms zijn er veel muzikanten en wat zijn de akkoorden? Nou, dat en dat. En oké, nou, dan lukt het wel. En dan wordt er gewoon akoestisch met gitaren, met bas, met piano, met eitjes om te schudden. Wordt er lekker muziek gemaakt en iedereen die mee wil doen, die doet eigenlijk mee. En het leuke is ook wel dat mensen die nog nooit muziek gemaakt hebben, soms ook meedoen. Ik zing eigenlijk nooit en klinkt nergens naar. Maar aan het eind van de avond zingt iedereen toch vanzelf mee, omdat en, het gewoon heel vanzelf gaat. Hoe is dat ontstaan eigenlijk dan bij de buren? Nou, onze buren die hierachter wonen, die zijn de buren begonnen. Naast hun huidige zaak die ze toen al hadden, de slijterij. Aan de markt is dat, hè? Aan de markt, ja. Naast de Mitra. Dat was de Mitra, is nu al niet meer de Mitra. Aan de markt, inderdaad. En toen is het idee eigenlijk ontstaan. Het leek hun wel leuk en het leek ons wel leuk. Hè, dat doe ik samen met mijn man, die ook gitarist is in de band. Hè, en dan spelen wij daar met z'n tweeën beginnen. We zijn er sowieso en we zien wel wie er verder nog komt. En het is eigenlijk altijd heel druk en heel gezellig. En dat is elke vrijdagavond? Nee, dat is elke eerste vrijdag van de maand. Ah, één keer per maand. Eén keer per maand. Och, ja. Geweldig. Ja. Goed, dat is één instrument, hè? De gitaar wat je bespeelt. Je doet nog meerdere. Je bent muziektherapeute. Waar doe je dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik ben muziektherapeut bij Revalidatie Friesland, een revalidatiecentrum eigenlijk in de hele provincie Friesland, maar voornamelijk de grootste locatie zit in Beetse Zwaag. En ik werk daar met zowel kinderen als volwassenen. En muziektherapie is van oorsprong een vak die helpt om psychische problemen te verminderen. Ja, dus in de revalidatie kun je dan voorstellen dat het kan gaan om verwerking, acceptatie van de handicap. En in de revalidatie werken we daarnaast ook wel om spraak weer op gang te brengen. Als iemand bijvoorbeeld een hersenbloeding heeft gehad en aversie heeft. Ja. En dan begin je eigenlijk vanuit, bijvoorbeeld vanuit klankniveau of woordniveau. En dan zing je bijvoorbeeld, mag ik een kopje koffie? En gek genoeg gaat dat zingend, gaat dat heel goed. Ja. Hè, als je dat wil oefenen. Ja. En dan ga je dat ritmisch spreken en dan ga je het gewoon spreken, zodat iemand weer functionele uitingen kan gebruiken in het dagelijks leven. Okay. En dat is je volledige baan? Ik werk daar 3 dagen in de week. Ja. Oké. Okay. En we doen dan ook nog met arm-handfunctie samen met de ergotherapeuten. Dat we door middel van grote trommels, dat we ritmes spelen. Je kunt je voorstellen als je op de maat van de muziek een oefening doet, dat het veel leuker is. Hè, omdat je dan die drive van de muziek hebt en de timing enorm stimuleert. Een tempo wat kan opvoeren. Ja. Doordat het eigenlijk vanzelf gaat en doordat het leuk is om te doen. Ik zie dat je helemaal gaat stralen als je over je werk praat. Dat is wat muziek ook teweeg brengt. Dat vind ik ook het mooie van muziek. Niet zozeer dat het allemaal maar goed en perfect moet zijn, maar ook dat het mensen kan helpen en mensen kan verder brengen. En de spontaniteit en de gezelligheid ervan, dat is eigenlijk het belangrijkste. Oh, geweldig. Nou, heb je daar een hele drukke baan mee, maar daarnaast doe je nog heel veel andere dingen. En dat is toch wel een van de redenen ook waarom we hier zijn. Je gaat meespelen in de musical Zorro. Zorro, ja. Van muziektheater Vak. Ja. Welke rol ga je daarin spelen? Ik speel daar de rol van Ines. Dat is echt een hele leuke rol om te doen. Omdat Ines is een hele brutale vrouw. En dat is eigenlijk niet zo gebruikelijk om zo brutaal te zijn. Maar dat is toch wel leuk om af en toe ook eens zo brutaal te zijn, zeg maar. Past Ines qua gedrag niet bij Ariska? Nee, eigenlijk niet. En dat maakt het juist zo leuk. En het maakt het ook heel erg leuk dat er heel veel dans in zit. En dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Een rol waar zoveel dans in zit. En dat vind ik ook wel extra spannend. En het wordt gewoon een hele spetterende, spectaculaire show. Het is echt een Is het een grote rol? Het is een hele grote rol, ja. Ja? Ja. Heb je veel tekst voor moeten leren? Ja, veel tekst voor moeten leren. Veel pasjes. En veel inlevingsvermogen. Tenminste, dat ga ik proberen om dat
ik ga proberen om haar op dat moment te zijn. Om haar niet te spelen, maar om haar op dat moment. En wat is er behalve dan het brutale gedrag nog meer het verschil tussen Ines en Ariska? Nou, Ines is een gypsy en ik zit nu zo, maar Ines die zou zo zitten. Heel veel in houding en arrogantie en zelfverzekerd. En nou, die krijgt alles voor elkaar wat ze maar wil eigenlijk. Zou je ook wel een beetje Ines willen zijn? Ik ben eigenlijk ook wel heel tevreden met hoe ik nu ben. Iets zachtaardiger, dat is wel fijn, ja. Ines heeft ook een oogje op Zorro, hè? Heb ik begrepen. Ja, nou, Ines die heeft Zorro ontmaagd en een oogje. Ja, ze hebben een hele leuke klik met elkaar. Maar Ines heeft vooral gezorgd dat hij man werd, zeg maar. Ja. Ah. Dat beetje ondeugend. Ja, maar dat Zorro uiteindelijk met iemand anders ervan doorgaat, dat vindt ze ook niet zo heel storend. Oh. Nee, dat vindt ze wel prima. Zij vindt wel weer een nieuwe uitdaging. Nou, dat niet. Maar dat zou ik verder niet verklappen, hoe dat verloopt. Nee, precies. En, maar zit je dan s'avonds, hoe moet ik me dat voorstellen? Zit je s'avonds uren te repeteren op die tekst? Of? Nou, ik rij een uur naar Beestenzwaag. En ik heb alles in mijn mobiel staan. Ik heb alles ingesproken. Toen ik de rol net had, heb ik meteen alle teksten in mijn mobiel gezet en gewoon luisteren. En nou, op een gegeven moment ga je het meespreken. En daarna heb ik de tekst nog een keer opnieuw ingesproken met witjes. En eigenlijk altijd maandag de heenweg is scène 1 aan de beurt en maandag de terugweg is scène 2 aan de beurt. Oh, geweldig. En dan soms 's avonds hier nog wat danspasjes oefenen. En wat bedoel je met witjes? Witjes, nou dan laat ik dus, dan spreek ik de tekst in van mijn tegenspelers. En mijn eigen tekst, die fluister ik dan. Ah. Zodat ik dan mijn tekst kan zeggen in de auto. En zit die tekst er inmiddels behoorlijk in? Want wanneer is de uitvoering? Ja, de uitvoering is het laatste weekend van oktober. 27, 28 en 29 oktober in de Voorvechter. En ja, die tekst die zit er al wel een poosje in. Maar dat is dan jammer genoeg niet voldoende. De tekst zat ongeveer voor de zomervakantie zat hij er wel in. Maar ja, dan komt er nog van alles bij. En je moet het zo goed kennen dat als je er een handeling bij krijgt, dat je dan nog steeds weet wat je moet doen. Als er een hoedje bij komt of een jasje of een pasje, ja. Dat je dan dat je nog steeds weet wat je moet zeggen en wie je moet zijn. En moet kunnen blijven luisteren wat je tegenspeler zegt. Want het spel moet wel zo echt mogelijk overkomen. Want je hebt het 80 keer gerepeteerd, wel vaker, 90 keer, 100 keer misschien. Ja. Maar je moet het toch laten overkomen alsof je die tekst van je tegenspeler weer voor het eerst hoort. Ja. Nou, is dit niet je eerste musical, hè? Tenminste, waar heb je nog meer in gespeeld? Ik heb vrij veel producties al gespeeld bij VAK. Oklahoma ben ik mee begonnen. Toen kwam Cyrano. Toen kwam Guys and Dolls en toen Hello Dolly en toen heb ik een jaartje overgeslaan en toen en nu naar bed. Dus dat zit al een tijdje tussen, maar nu heb ik dus sinds 6 jaar speel ik voor het eerst weer mee. Dus het is 6 jaar geleden, want ik heb 2 prachtige zoontjes en hele jonge kinderen en een musical spelen, dat gaat niet samen. Dat is, het is heel intensief natuurlijk, ja. Zo'n musical, ja. En kinderen zijn ook heel intensief. Dus eigenlijk, je hebt niet meegedaan vorig jaar aan het succes van, wat was van het? Van Aida. Nee, Aida. Nee, ik heb in de zaal gezeten. Dat was prachtig. Ja, ja, ja. Hele goede kritieken ook gekregen. Het zal moeilijk worden om dat kassucces te evenaren, denk ik. Nou, ik ben in ieder geval zelf heel trots op hoe de voorstelling wordt. Het wordt echt een hele mooie voorstelling. Het wordt een spektakel. Het is veel uitbundiger. Hè? Dus, het is weer een heel andere voorstelling. Ja. En ja, het is natuurlijk appels met peren vergelijken, omdat het een heel ander soort musical is. Maar ik ben er heel trots op hoe het wordt. Het wordt een prachtige voorstelling. En ga je daar ook muziek in spelen? Nee, ik zing dan en ik speel geen instrumenten in de voorstelling. Er is wel een... ze hebben een gitarist op het podium, een onstage gitarist, die dus Spaans gitaar speelt. Dus dat is wel een hele mooie toevoeging ook, Hè, dat iemand live op toneel gitaar speelt. En want is dat het enige toneel wat je speelt of doe je nog meer op theatergebied?
Nee, dit is het enige wat ik op theatergebied... En waarom heb je voor vak gekozen? Bijvoorbeeld niet voor lef, ik zeg maar iets. Ja, vak is mijn clubpie. En ik ben echt wel van de muziek. Ik hou gewoon echt van zingen ook. En lef vind ik ook prachtig. Mijn zus speelt bij lef. Dus dat hebben we dan mooi verdeeld. We hadden dit weekend ook een voorstelling. Daar heb ik ook van genoten. Ja, en wat doet applaus met je? Ja, applaus, ja, dat is altijd mooi. Dat, ja, dat doet wel veel. Ik heb wel veel applaus mogen ontvangen in mijn leven. En ja, dat blijft wel iets, een mooi iets. Maar sowieso ook publiek. Ja, wat doet dat eigenlijk? Je gaat een hele andere manier spelen. Maar ja, het is eigenlijk gewoon vet kicken of zo. Dat is het eigenlijk het goede woord. Oh ja? Ja. Dat had je als kind altijd al. Beetje op de voorgrond. Ja, nou, nee, ik ben helemaal niet iemand die heel erg op de voorgrond is. Dat helemaal niet. Maar op het podium staan, dat zit er echt gewoon helemaal in. Dat heb ik altijd al gehad. Hè, toen wij klein waren, toen hadden mijn ouders die hadden dan openslaande deuren in de slaapkamer. En wij deden dan een groot vest of een grote jas met grote laarzen aan. En dan zaten mijn ouders buiten en dan ging dat gordijn open en dan was er weer een voorstelling. Verkleedpartijtjes, echt... Ja, nou, verkleedpartijtjes, maar dan waren we ook typetjes en dan gingen we ook liedjes zingen en hele voorstellingen en avondvullende programma's deden we toen al. Oh ja? Ja. Ja, dus ja. Dat performen heeft er eigenlijk altijd in gezeten. Ja, ook als dan iemand getrouwd was of zo en dan was er een bruiloft, dan... dan was er een microfoon en dan gingen we samen zingen en... En als er een playbackshow was, dan gingen wij altijd live zingen. Konden we door een echte microfoon zingen. Oh, ja? Dat vonden we dan helemaal geweldig. Tussen de schuifdeuren. Ja. Geweldig. Heb je al de kleding ook die je voor Zorro moet dragen? Heb je die al binnen? Ik heb het niet in huis. Ik kan het niet laten zien. Maar ik ben er wel heel blij mee. Ik zei ook tegen... Gert-Jan die de kleding regelde. Ik zeg, ik ben echt heel blij. Ik voel me er heel fijn in. Het is hele mooie kleding. Je kan het niet laten zien. Ik kan het helaas niet laten zien. Nee. En deze ruimte waar we nu in zitten. Want jij zei al, dit is een nieuwe ruimte. Is dit een therapieruimte? Wat is dit? Deze ruimte is eigenlijk... voor nu is dit ook een lekkere relaxruimte waar we lekker op de bank kunnen zitten. Maar het is ook eigenlijk wel een beetje ontstaan voor de zanglessen die ik geef. Want je zei net al, hè, muziek is een belangrijk gegeven in jouw leven. Daar hoort ook de band Purple Mind bij. Ja. Yeah. Schoolband had je het al even over. Kan je daar iets over zeggen? Wat is er met die band? Nou, wij zijn wel een hecht kliekje, zeg maar. We hebben afgelopen zomer ons 20-jarig jubileum gevierd. En zoals ik al zei, mijn zus speelt in de band en mijn man speelt in de band en de vriend van mijn zus speelt ook in die band. En we hebben nog een drummer die woont iets verder weg, die woont in Almelo. En mijn man die sleutelt wel veel aan gitaren en dat hebben we bijna zelf gemaakt, die twee. Zowel wie? De gitaar als de versterker. Hebben jullie zelf gemaakt? Martijn, ja. Oh, graag. Martijn die gaat... binnenkort bij de Fellowship of Acoustics werken. Oh, echt? Als gitaartechnicus. Ah joh, wat leuk. Dat is een droom die ook uitkomt. Suitcase of memories. Time after sometimes you picture me. I'm walking too far. Hoe zou het leven van Ariska Groen eruit zien zonder muziek? Zonder muziek? Dan had ik vast iets heel anders gedaan. Maar dan is er wel zo'n grote leegte die anders gevuld zou zijn. Dat was vast goed gekomen, maar ik kan me dat eigenlijk niet goed voorstellen. Want alles wat ik doe is eigenlijk met muziek. Ik
Wat ik mijn man ontmoet door de muziek. Dus, hè, dus als je alles... Dat zou heel anders eruit gezien hebben, ja. Je gaat als het ware zingen door het leven. Ja, letterlijk en figuurlijk, ja. Dankjewel, veel succes met de musical. Dankjewel.